In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan we op pad met verkiesbaren uit Altena. Dit keer met Martin van Dijk van Lokaal Brabant. De gemeente is een belangrijk instituut waar we allemaal direct mee te maken hebben. Vaak is dat een eerste stap. We hebben ook altijd te maken met de provincie. Eigenlijk staan we hier om drie redenen. Kijk, wij kennen allemaal de gemeente als een belangrijk instituut waar wij allemaal mee te maken hebben als burgers. Maar eigenlijk is maar de eerste stap. We hebben ook al te maken met de provincie die ook heel erg gaat over onze leefbaarheid, bereikbaarheid, vervoer, alle dingen die je kan bedenken. Dus dat is een heel belangrijk punt om toch even te zeggen van de gemeente is belangrijk, maar de provincie eigenlijk ook wel. De tweede reden is, het is de plaats waar de fusie heeft plaatsgevonden tussen de drie lokale partijen. We hadden in Altena drie gemeenten, drie grote lokale partijen. Zij samengaan Altena lokaal. En eigenlijk was dat de vertaalslag van onze burgers om naast de landelijke partijen echt een eigen stem te hebben. En dat doen we nu in de provincie ook. En Lokaal Brabant is eigenlijk de samenvoeging van alle lokale partijen over heel Brabant heen. En de derde reden is dat Altena in Almkerk een goed voorbeeld heeft van de dorpsraad die de laatste tijd weer actief had werken aan een goede dorpsvisie. En die raakt ook heel erg de provincie. En ik wilde dat eigenlijk gebruiken om uit te leggen van waarom dan. Als je kijkt in die dorpsvisie waar ze nu mee bezig zijn, hè, met een dorpsraad die heel actief is en daar hele goede stappen mee zet. Dan zie je bijvoorbeeld de plannen om de sportvelden te verleggen. Dat betekent, de Almkerk West, agrarisch gebied, gaat de provincie over. Dan zie je plannen in over huizenbouw voor starters en voor bejaarden en voor ouderen. Dat raakt de provincie. Die bepaalt namelijk hoeveel woningen je mag bouwen in een gemeente. En het derde is, we zouden misschien wel naar de noordkant een beetje willen uitbreiden. Dat betekent dat de N322, die hierachter loopt, verlegd zou moeten worden. En ook daar gaat de provincie over. Dus voor zoiets als een lokale insteek van een lokale groep mensen die iets aan de gang willen zetten, goed om de provincie mee te nemen in de plannen. Want die gaan over een heel groot deel van die plannen, gaan zij iets te zeggen hebben. Ja, dus eigenlijk staat die provincie veel dichterbij dan dat we met z'n allen denken. Wat zijn voor jullie nou een aantal kritische punten die op die provincietafel terecht moeten komen? Nou, een aantal zijn heel belangrijk ten aanzien van de leefbaarheid van de dorpen. Het overeind houden van alle voorzieningen. Hele belangrijke, daar hebben we laatst een paar maanden geleden ook een hele belangrijke motie over ingediend. Is de buurtbussen, het netwerk van bussen in stand houden. En wij vinden dat de provincie er echt geld aan moet blijven bijdragen. Zodat we ook echt de dorpjes bereikbaar houden. En die buurtbus is hartstikke belangrijk. Maar die zou misschien wat frequenter willen moeten kunnen rijden. Misschien wat meer op afroep moeten kunnen rijden. Daar kan de provincie voor zorgen. Ja, en ik denk dat we de komende tijd te maken krijgen met de A27. En sluipverkeer is nu al een issue. En dat wordt de komende tijd natuurlijk nog veel erger. En daar kan de provincie met de N322 en de andere streekwegen ook een rol in pakken. En dat wordt voor ons de komende jaren echt wel een belangrijk ding. Specifiek hier.